wandel ik rond. Een organisatiecultuur is iets heel belangrijks voor een organisatie. Dat zegt eigenlijk hoe dat je met elkaar omgaat, welke gedragingen dan normaal zijn binnen een organisatie. En dus, dat heeft ook een heel belangrijke impact op de resultaten van een organisatie. Hoe werk je samen? Hè? Volgens welke gedragingen werk je samen? En hoe bereik je je resultaten? Wat wij gedaan hebben, is eigenlijk starten met een projectgroep. Met aanduiden van een projectleider vanuit HR. Maar we hebben die projectgroep organisatiecultuur veel breder getrokken. Hè? HR is daar een facilitator, zeg maar. Maar onze projectgroep bestaat uit mensen die een goede kennis en een goede kijk hebben op de organisatie. Mensen uit de business, uit de kerndepartementen. En ook mensen uit HR en organisatieontwikkeling. Mensen die met onderwerpen bezig zijn, die gelinkt zijn met organisatiecultuur en die dus heel veel over het onderwerp weten. Leden van het managementteam hebben ook al snel vastgesteld dat wij alleen niet voldoende zijn om daarover te praten of om daar rond te werken. En we hebben eigenlijk besloten om naar de medewerkers zelf te gaan luisteren. We hebben dus eigenlijk aan elk managementteamlid gevraagd om 5 keer te gaan lunchen, start-to-lunches, met een medewerker uit de groep Gent. 5 keer een informele lunch, maar wel telkens met als topic organisatiecultuur. Soms zal dat ook wel over iets anders gegaan hebben, maar het ging vooral over organisatiecultuur. En met die brede input van een 80-tal lunches zijn we dan aan de slag gegaan. En hebben we eigenlijk een veelheid van informatie samengelegd. En zien we ook wel duidelijk thema's tevoorschijn komen. De floralisten, Gens gefieste, we kennen er wat van. Je bent de Buffalo's, de beste ploeg van Vlaanderen. Toen ik het mailtje kreeg dat ik mocht gaan lunchen met de departementshoofd, was ik echt wel blij en ook tevreden. Want ik heb zowel het gevoel, of ik had het gevoel dat ik zowel met een ei zat, met een mening die ik ergens wel kwijt wou. En ik keek er echt wel uit om eens de tijd te kunnen nemen voor zo'n gesprek. Ik voelde mij heel vereerd. Dat was mijn eerste reactie. Mijn tweede reactie was van, ja, moet kunnen. Iemand van het hoogste echelon, die een keer even komt luisteren naar iemand van de basis. Ja, absoluut. Ik had zoiets van, ja, goed bezig. Ik heb het gesprek met het departementshoofd als heel leuk en ontspannen ervaren. Je wordt allebei in een iets ongedwongener setting gezet. Je gaat ergens eten. Je mag zelf kiezen waar. Je kiest bekend of onbekend terrein, maar eigenlijk zit je daar met iemand die jij niet kent, die jou ook niet kent. En dat maakt eigenlijk wel veel mogelijk. Het is eigenlijk heel vlot verlopen. Veerle is een heel aangename, charmante vrouw met de voeten op de grond. En daar een heel leuke lunch gehad en een heel vlotte babbel. Ik heb er echt een heel aangenaam gevoel aan overgehouden. In de loop van het gesprek kwamen ook nieuwe dingen naar voren die niet voorbereid waren, die spontaan in het gesprek naar boven kwamen. En ik vond dat wel goed dat daar eens de echte tijd voor werd genomen. Als ik één ding mag wensen voor onze stad of voor onze grote organisatie, is dat mensen leren omgaan met verandering. Dat we allemaal een beetje de kennis en affiniteit met verandering aanleren en dat we geen schrik hebben van verandering samen. Zorg dragen voor personeel. Heel veel mensen die uitvallen door de werkdruk, daar moeten we enorm veel zorg voor dragen. Dat we als stad, als ambtenarij, meer moeten inzetten op creativiteit, op de talenten die bij onze mensen zitten. En dan ook minder op processen, procedures, beheersen van problemen. Dat we ook meer naar responsabilisering moeten gaan, zowel van mensen als diensten. Dat mensen die meer verantwoordelijkheid en meer bewegingsruimte moeten krijgen om zelf de problemen te zien en de problemen ook op te lossen. In het kader van een goede dienstverlening aan de burger. Ik hoop dat dat nu komt tot een concreet actieplan met communicatie daarover naar alle medewerkers. Van kijk, die zaken gaan we nu meenemen, daar gaan we aan werken. Want we hebben dat en dat en dat gehoord en dat vinden we belangrijk. Als ik onze organisatie in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik sympathiek kiezen. OCW is een heel sympathieke organisatie. Net zoals de stad. Zorgzaam. Ik vind dat Gent de stad een zorgzame werkgever is. Ik vind dat er ook zorgzaam wordt nagedacht over ons beleid naar de Gentse burgers. Open en rechtuit. Wat wij doen is zeer open. Met departementshoofden praten en openlijk zeggen wat we vinden. Eigenwijs. Echte Gentenaars, koppig, met een sterke wil. We weten wat we willen en we gaan er ook altijd voor. Tot het einde van mijn dagen zal ik weer mijn strop drogen, want mijn blij dat ik geen Gentse leren ben.